Ja, op dit moment, vandaag was het visie niet helemaal op scherp en ook de geluk niet aan onze zijde. Ik creëer heel veel kansen. Ja, dan is het gewoon zonde dat het niet in, erin gaat. Joel Swartz, dan hebben jullie een nieuw jaar. Eerste wedstrijd 2021. Ga je er goed voor zitten. En uiteindelijk, ondanks dat het geflatteerd is, toch wel harde cijfers. 0-3. Moet pijnlijk zijn. Ja, zeker. Zeker niet slecht gespeeld. Veel kansen gecreëerd. Alleen gaat er niet in. En ja, toch moet je dan weer op naar de volgende wedstrijd. En daar weer alles geven en laten zien. Vorig jaar hebben we heel vaak tegenover elkaar gestaan of tegenover andere Excelsior-spelers en ging het heel vaak over de verdediging. En nu de laatste twee wedstrijden geen doelpunt. En nu kan je ook vandaag op basis van de kansen zeggen, hoe komt het dat jullie zoveel moeite hebben met het maken van een doelpunt? Ja, op dit moment, vandaag was het visie niet helemaal op scherp en ook de geluk niet aan onze zijde. Ik creëer heel veel kansen. Ja, dan is het gewoon zonde dat het niet in, erin gaat. En bij Vlagen zagen we vandaag ook weer de ouderwetse Swartz. Waar was hij in de eerste seizoenshelft? Ja, waar was hij? Ja, ik wil niet zeggen dat ik echt moeite heb gehad, maar inderdaad, het seizoen was iets minder van mezelf. Periode corona nog gehad. En ja, nu ben ik me weer echt aan het herpakken. Ja, want in de eerste helft een paar flitsende aanvallen. Je bent ook heel vaak dicht bij een doelpunt geweest. En dan wat je zegt, net niet fysiek scherp. Ja, het is zeker net niet. Net voorlangs, net verdedigd, net naast, net op de paal, weet je, dat soort dingetjes. Ja, het is allemaal heel zuur, maar ja, je moet weer kijken naar de volgende wedstrijd en daar weer alles geven, zorg dat het daar wel in gaat. Want jullie hebben wel aanknopingspunten, jullie spelen een goede wedstrijd. Natuurlijk, op de ranglijst staan jullie er niet goed voor, maar op basis van dat jullie toch... Ja, eigenlijk geflatteerd van NAC verliezen en geflatteerd van Cambuur de koploper verliezen. Geeft dat toch aan en geeft dat het vertrouwen dat jullie in de tweede helft toch nog erbij kunnen komen? Ja, ik denk dat wij zeker nog stappen omhoog kunnen maken. Absoluut. Voor ons is het zaak gewoon kopje erbij houden, dit systeem nog beter uitvoeren en gewoon doen wat we altijd doen. En dan moet het zeker goed komen. Ja, het systeem is wat veranderd. Hè? Niet zozeer meer drie spitsen. Vaak zien we jullie meer met twee spitsen, jij met Omarsson. Is dat lekker? Ja, ik vind het heel fijn. Ik vind het heel fijn. Ik kan diep gaan, ik kan in de bal komen. Veel ruimte achter de laatste linie van de verdediging meestal. Dus voor mij is het goed om mijn snelheid en kracht uit te gebruiken. Dus voor mij is het heel fijn. Ja, je geeft zelf aan, hè, mede door ook corona, eerste seizoen zelf niet. Heb je nu doelen gesteld in het tweede seizoen zelf? Want ja, laten we eerlijk zijn, je bent een van de betere spelers. Je bent een van de blikvangers ook. Ik kan me ook wel voorstellen dat je ook zelf meer verwacht had van dit jaar. Heerenveen zat nog achter je aan, andere eredivisieclubs. Ja, ik had wel meer verwacht. Corona kwam voor mij ook onverwachts. Ik heb toen ik positief getest werd eigenlijk geen klachten gehad. Pas later heb ik mijn reuk en smaak verloren en toen wist ik wel zeker dat het echt zo was. Maar nee, ik heb voor mezelf nog geen doelen gesteld eigenlijk. Ik wil dit seizoen gewoon mezelf weer omhoog werken en belangrijk zijn voor het team. En dat moet nog gaan komen.